ben Pauline de Visser, ik ben marktmanager voor katoen, cacao, koffie en thee. Ik ben in januari met twee collega's naar Honduras en El Salvador geweest. Dat is natuurlijk een hele mooie reis geweest met hele vriendelijke, gastvrije mensen. We zijn daar echt bij de boeren thuis geweest en dat maakt het wel heel bijzonder. Ook echt bij hun kunnen zien hoe zo'n koffiebes verbouwd wordt. En uiteindelijk ook het hele proces tot aan het gedroogde koffieboontje. En ja, wat dat betreft heb ik echt wel heel veel respect gekregen voor dat kopje koffie wat je zo makkelijk hier in Nederland uit je koffiezetmachine haalt. Want het is echt heel hard werken. Vaak op plekken wat heel moeilijk bereikbaar is. Schuin op de berg, helemaal tussen de koffiestruiken. En als je dan ook nog eens een keer bedenkt dat het 9 van de 10 keer gewoon helemaal niet loont. Dat ze vaak amper een fatsoenlijke prijs krijgen voor hun koffieboontje. Nou, dan is dat wel heel confronterend. Zo sprak bijvoorbeeld ook een boer van de coöperatie Comitel. En die zei dat hij, voordat hij bij het Fairtrade systeem was aangesloten, dat ze te maken hadden met handelaren die woekerrentes van om en bij de 60% vroegen. Nou, dat is echt schrikken als je dat hoort. Want nou, je kan je altijd bij voorstellen dat als je 60% rente hebt, dat zo'n boer eigenlijk alleen maar in een nog negatievere spiraal terechtkomt. Het feit is wel dat nou, bij elke boerencoöperatie waar we binnenkwamen en waar we ontvangen werden en boeren gesproken hebben, is dat zo'n coöperatie eigenlijk allemaal zeiden dat ze sinds ze bij Fairtrade waren aangesloten, dat echt voor hen een wereld van verschil maakte. Dat ze toch een bepaalde zekerheid kregen over hun toekomst. Het feit dat ze een prijs krijgen die in ieder geval de productiekosten dekt, de sociale premie die ze kunnen gaan investeren met de coöperatie. Maar ook dingen als dat ze gewoon leren om met respect voor het milieu een betere koffiebes te verbouwen. Dat maakt gewoon allemaal dat ze echt zichzelf kunnen ontwikkelen. In mijn werk merk ik dat ik nu zelf met eigen ogen heb gezien hoe die koffiebes verbouwd wordt. En met hoeveel vakmanschap dat ook gebeurt. Dat een boer en met zijn hele familie daar hard aan het werk is. Kan je eigenlijk met veel meer passie ook vertellen van waarom nou zo nodig is dat er koffie met keurmerken gedronken wordt. En nou, wat eigenlijk nog veel belangrijker is, dat Fairtrade ook echt werkt. En dat echt het verschil kan maken. Als je dus praat met bedrijven, dan kan je nu ook gewoon veel beter uitleggen hoe het allemaal werkt. En ook eigenlijk min of meer een beetje op hun verantwoordelijkheid wijzen. Dat het gewoon tijd wordt dat we hier in het Westen de keus gaan maken voor het consumeren en kopen van eerlijke producten.